Jurgensen viel dus in voor de Argentijn Prato, de nieuwe Feyenoordspits die niet kon overtuigen. We hebben er toch weken naartoe geleefd, naar die derby Sparta-Feyenoord. De eerste wedstrijd in 2021. En al met al was het toch zeker vanuit Sparta-oogpunt een tegenvallende derby. Want Feyenoord won vrij eenvoudig. Al vroeg kwam de ploeg van Dick Advocaat op voorsprong door een treffer van Lucero Geertruida. Ja, een kritiekpunt aan Feyenoord-adres is dat Feyenoord Sparta wel heel lang in leven heeft gehouden. In de laatste 10 minuten kwam Sparta nog wel met heel veel aanvallers. Ja, wel wat gevaarlijk in de buurt van Nick Marsman. En duurde het pas tot de blessuretijd voordat Feyenoord het duel via invaller Jurgensen echt besliste. Jurgensen viel dus in voor de Argentijn Prato, de nieuwe Feyenoordspits die niet kon overtuigen. In de eerste helft één kans, schoot hij tegen de buitenkant van de paal, maar wel een goede loopactie. In de tweede helft kreeg hij ook een kans, maar maaide die over een bal heen. Hij heeft dus nog wel wat tijd nodig, maar Dick Advocaat van Feyenoord zal in ieder geval content zijn met en de 2-0 zegen op Sparta. Feyenoord blijft ook in het spoor van Ajax en PSV. Ja, en er dienen zich ook wel weer spelers aan. Jurgensen viel dus goed in met het maken van een doelpunt. Sinisterra begon voor het eerst weer in de basis bij Feyenoord en hield het zo'n 60 minuten vol. En Ricciano Haps die kwam ook nog als invaller binnen de lijnen. Feyenoord kent een week met PEC Zwolle. En volgende week aartsrivaal Ajax. Ja, en mocht Feyenoord die week goed doorkomen, dan kan het misschien echt nog mooi worden voor Feyenoord. Sparta aan de andere kant, die ploeg staat nog altijd op de plaats waar ze stonden. In het linkerrijtje, het is geen schande om van Feyenoord te verliezen. Alleen zal Sparta toch snel de scherven op moeten rapen. Want er wacht toch een pittig programma. Bijvoorbeeld volgende week zaterdag komt PSV naar het kasteel. Ja, bij Sparta het enige wat je daar kan zeggen is dat die vorm van 2020, met name december 2020, toen aan het eind van het jaar Sparta echt hele goede wedstrijden speelde, dat die vorm vandaag toch niet echt te zien was. Sparta-Feyenoord wordt uiteindelijk dus makkelijk gewonnen door Feyenoord.